Artificiële intelligentie, ook wel AI, maakt een revolutionaire ontwikkeling door. Voor het eerst bestaat er zelfstandig opererende software die net als wij zelf kan leren. Door proberen, vallen en opstaan. Bij TNO doen we al jaren onderzoek naar toepassingen met AI. AI biedt namelijk ontzettend veel kansen op allerlei verschillende gebieden. AI kan ons bijvoorbeeld helpen bij het aanpakken van ongrijpbare ziektes, als diabetes type 2 of kanker. Of om met innovatieve oplossingen het klimaatprobleem te bestrijden. AI ontwikkelt zich de komende jaren sneller en sneller en kan uiteindelijk zelfs intelligenter worden dan wij, zijn maker. Een fascinerend vooruitzicht, maar hoe houden we controle over iets dat intelligenter is dan wij zelf? Welke regels willen we opleggen aan zo'n intelligent systeem? Binnen welke kaders mag het opereren? Waar mag AI voor gebruikt worden en waarvoor niet? En moeten we als mens wel in de loop blijven? Of beperken we dan de mogelijkheden van AI? Het is niet makkelijk, maar het is belangrijk dat we hier nu over nadenken. Zodat we de ontwikkeling van AI in de goede richting kunnen sturen. Denk en discussieer mee met TNO over hoe onze toekomst met AI eruit zal zien.